Mensen kennen deze grens vooral, natuurlijk als watergrens, maar ook als culturele grens. Ja, zeker. Ja. Nou, je kent het verhaal natuurlijk, zand, klei, patat, friet, ja, protestant, katholiek. Ja. Al dat soort impliciete grenzen, zeg maar, of overgangen, dat zit in dit gebied. Dus het is niet een Brabantse waterlinie aan zich. Het vertelt eigenlijk het verhaal van de ontstaansgeschiedenis van heel Nederland. En dat maakt hem zo bijzonder, denk ik. De Maas die meanderde in het verleden nogal. En de rivier is gekanaliseerd in de jaren 30 van de vorige eeuw. En de eerste dijken die ontstonden in de 12e eeuw, zoiets, 13e eeuw. En die werden, raar genoeg, gebouwd vanuit 's-Hertogenbosch. Terwijl eigenlijk de overlaat was ter hoogte van Beers. Ja. Dus het water stroomde nog steeds achter de dijk door, stroomafwaarts. Dus het gebied bleef nogal nat. Zijn er veel mensen die hier in de omgeving daaraan meedoen? Ja, zowel aan de Brabantse als aan de Gelderse kant, dat moeten we niet vergeten. Ja. Toch zo'n 40 tot 50 deelnemers. Ja, ik denk dat als je kijkt naar hoe de omgevingswet in de toekomst daar invulling aan wordt gegeven, dat dit een heel mooi schoolvoorbeeld is. Hoe je samen met alle betrokkenen, bewoners, midden- en kleinbedrijf, vorm geeft aan de ontwikkeling. He, dus bottom-up, ideeën aandragen en dan vervolgens uiteindelijk komen tot een definitief ontwerp. Nou, volgens mij is het sowieso interessant om te realiseren dat de delta gewoon hier al begint. Mensen denken vaak dat die pas 100, 150 kilometer verderop echt begint. Maar dit is de plek waar Maas en Rijn bij elkaar komen. Iets verderop bij Fort Andries, daar kussen ze elkaar als het ware bijna. Dus hier kun je ook heel mooi het grotere verhaal over de Zuiderwaterlinie, maar ook over eigenlijk de Nederlandse delta heel mooi vertellen. Maar om nou te voorkomen dat er onderweg problemen ontstaan, ruzie, vechtpartijen, weet ik al wat, heb ik een visum meegebracht voor iedereen. Ik denk dat dit tele Twinkels een visum kreeg van de Vrije Staat Land van Ravenstein. Ik controleer de visa. Akkoord. Wauw, fijn. Ja, moet nog wel afgestemd worden. Ja, is kort, zie je het al. Dit is de wal, de stadswal. Dit was water. En van daaruit schieten ze dus, degenen die de stad belaagden, schoten ze van daaruit, niet met kogels, maar met glas en schroot en allerlei andere rotzooi, schoten ze die mensen overhoop. Einde 16e editie van Henry Wandelt de Zuiderwaterlinie, aangekomen in Ravenstein. Gewandeld langs deze mooie Maas, die alsmaar meer gaat meanderen als het in de toekomst de plannen doorgaan. Dat hoorden we onder andere van Rick, die daar op de dijk staat te praten met René Peters, Tweede Kamerlid CDA, die ook vandaag meeliep. We bezochten onder andere de eigen particuliere vesting van professor Van Maurik. We hebben met mijn collega en inspiratieatlasmaker gekeken naar wat deze Zuiderwaterlinie hier allemaal kan brengen. Volgens mij een fantastische tocht. En nog 3 te gaan tot aan Graven. 16 september komen we daar. Meteen de start van de Mars.